Goedemorgen. Hij is er weer hoor. Pak je bak koffie. Zet je scherm aan. Afstemmen op Twitch. Ja hoor, die Hollander is alweer wakker. Kom er zo aan. Yeah, even lekker racen op die baan. Start de motoren. Oh ja hoor, daar is die race eend uit het midden van Nederland. Richard Hollander, goedemorgen allemaal. Welkom in mijn stream. We gaan eens even kijken of er nog wat vrienden zijn. Ja, ik ga dus even wat anders doen. Af en toe is het even heerlijk om je uit te leven in die snelle auto's. En ik had net even zitten kijken in Assetto Corsa, dus dat de race game, competition. Dan kom ik er net achter dat die baan van Mexico er helemaal niet in zit. Dus ik ga dus even kijken of ik dat nog voor elkaar kan krijgen. Nou, anders pak ik gewoon een andere racebaan, wat maakt het uit. Verstappen die rijdt in Mexico vanavond. Hè. Daarom even een ander streampje op deze zondagmorgen. Even kijken, mijn grote vriend zit in het café. Ik weet niet of die... Goedemorgens. Hey, goedemorgen Koeren. Ja, ga je mee racen? Nee, ik krijg de zenuwen van het spel. Ik krijg de zenuwen van dat spel, zit hij. Ja. Maar je hebt wel lekker geslapen, Ben. Ja. Oh, gelukkig. Jij ook? Ja, ja. Ik was, normaal ben ik zo'n beetje 6:30 wakker altijd, maar het was vandaag 7:50. Dus dat zegt dan wel genoeg dat je goed geslapen hebt. Ja, zeker weten, ja. Dus, daad. Nee, toch. Nou, eens even kijken, want ik zat te zoeken naar die... ik denk Mexico staat er ook bij, maar die zit er helemaal niet in, joh. Nee, die zei je moet kopen of zo, of weet ik wel wat. Ja, want ik heb Engeland, Italië, hier Frankrijk zit erin. Ja, de volledige versie? Ik heb wel de volledige, ja. Zandvoort, alles zit erin, Nürnbergring. En ik heb er hier een paar op slot zitten, kijk. Ja, dan moet je vrij rijden. Ja, ik snap niet. Ik dacht dat Mexico erin zat, dat ik vorige keer gezien heb, maar Hongarije. Ja, misschien met een slotje ervoor. Ja, maar ik zie die Mexico komt er helemaal niet in voor, ook niet bij die slots. Dus dat vind ik een beetje gek. Nou, dan mag je niet auto rijden vandaag. Nou, pak gewoon een ander circuit. Zandvoort, aan de heen. Zandvoort aan de Eem, dat zit hier in Amersfoort. Dat is op zich wel een... Even met het zweet om mijn rug, joh. Ja, dat is waar. PDOPDB, goedemorgen. Welkom in de chat van Richard. Ja, dankjewel. Nou, jullie mogen aangeven in de chat hier... Oh nee, aan de rechterkant zit dat. Daarom. Welke baan moet ik gaan rijden? Want ik heb Mexico er niet op zitten. Was leuk geweest, maar blijkt niet in deze game voor te komen. Is toch raar eigenlijk. Ja. Al heel bijzonder. Ik weet ook niet waarom niet. Maar we kunnen even kijken. Dus waar moet ik rijden? Moet dat zijn in Italy, in Great Britain? We hebben Paul Ricard in Vive la France. Of we pakken een Misano World Circuit in Italië. We hebben Zandvoort, we hebben de Nürnbergring. Dat zijn de keuzes die ik nu momenteel in deze game heb. Dus jullie mogen het zeggen. Lea, goedemorgen. Zo, je bent ook alweer lekker op tijd wakker. Of heb je alweer een fietstocht gehad? Je moet een groeten hebben van Annie. Die was half uurtje geleden wakker geworden. Die heeft even heerlijk de haartjes gewassen. En die gaat zo even een rondje met hondjes doen.
kies maar wat uit. Ja, wat zijn de kijkers weer aardig. Die Nürnbergring, dat is ook een bochtenwerk. Waarom is hier nou weer PNLP de B heet? Italy, Branch Hatch, Track Info. Ja, het is allemaal wat. Ja, dat valt niet mee hè, tegen wind inbangen. Nee, absoluut niet. Dit is ook wel een mooi baantje trouwens. Een leuke S-boogje erin zo. Ah, gaan we eens even kijken joh. Start session. Mexico is geen Europa. Nee, ik zit net al te kijken, leed. Want er zitten wel een aantal slots, maar... Dit is de European Series van GT4. Ik kan even kijken of we er verder nog... GT, dat is die. Maar ik had er helemaal niet bij stilgestaan, want ik wist dat Afrika zit erin en Japan. Dus dat valt ook niet in de USA. Australië, Great Britain, dit is ook Great Britain. Daar heb je ook zo'n site voor, hè, waar je dat allemaal kan downloaden. Nou, ik dacht dat ik dat hier in die game wel zou zien, dat je dat terug kan vinden. Dat je hem kan uitbreiden met bijvoorbeeld Mexico erbij. Maar ik heb dat verder ook niet gezien. Kijk, er staat World Challenge International. Die selectie, yes. Dan ga ik even doorkijken. Competition. Intercontinental GT Pack. Een update. Dan kan ik even kijken in deze Game of Tour Competition. Ik ben even aan het kijken of er nog een uitbreiding is voor. Dit is nog een toevoegende bungle. Om dit spel te kunnen moet je het originele spel. Intercontinental GT Pack. Oh. Even kijken, dat is die uitbreiding ervan. Waarom is mijn Steam account er nou weer uit? Nou, zit even wat anders. Nou, dat weet ik ook niet. Nou, dat ga ik wel een andere keer doen dan. Je kan hem wel uitbreiden, Ben, zie ik. Ja. Single player. Er is ook een site voor. Hè? Nou, we gaan in ieder geval even naar Hongarije. Ik had net die andere baan in Italië. Oh. Deze. Confirm. Confirm. Start session. The select content is part of the DLC. Would you like to visit the store? Open browser now. The weather. Nou, laten we maar een mooi blauw luchtje doen. Zit die er niet in? Voor mezelf. Een winkelwagen. Ja, waarom komt hij er nou niet uit? Moet ik even mijn Steam account weer zoeken. Wat een gezeur, hè? Wat een gezeur, weer. Prachtige site. Ja, we gaan straks rijden, mensen. Een ogenblik hier. Ik moet even inloggen. Ik moet even mijn DCL updaten. Voordat Max gaat rijden, heb Richard al gereden, hoor. Ja. Richard, Max, Richard. Ja.
Nou, we hebben geen haast. We hebben de hele zondag de tijd. Kijk, hier heb ik mijn inloggegevens. En moeten ze weer een wachtwoord weten? Ja, ik heb nog wel eens dat rooie in mijn computer zit. Ja, dan moet hij vanaf blijven. Ach. Ik moet hier helemaal niet hebben. Ik moet even kijken hoor, dan moet ik dit even weghalen. Is hij nou helemaal betafeld? Ik heb hier natuurlijk Steam zitten. Je wilt mijn naam veranderen, maar dat kan helemaal niet. Even mijn Steam openen. Verlanglijst 2. Nee joh. Oh ja, die ene is nog niet uit trouwens. Dit moet weg. En dan ga ik even zoeken bij Assetto. Oh nee, dan moet ik even daar zoeken. Start. Eens even kijken bij Azedo Kosso wordt uitgevoerd. Oktober een update gehad. Oh hier, kijk. En wat hebben we dan? Zit in je bibliotheek, ja. Toevoeg een winkelware International Pack. Alle DCL toevoegen, zie je. Ga ik die eventjes. Akkoord. Nou, bedankt voor je aankoop. Dat zit er inmiddels in. Dus als het goed is, gaat hij dat nu zelf. Moet hij dat weer updaten. Maar dan zal ik er eerst wel weer uit moeten. Of ik kan dat bij Steam zien. Ja, weet je. Dat hij dat. Even kijken, nou, start. Nieuw verkregen DLC, hier beheren. Assetto Corsa International zit reeds in je Steam pakket. Oké, dat is dan dat. Ja, dan zou je eerst weer uit de game moeten, omdat die dit even moet installeren, denk ik. Ja, zou kunnen. Dat vermoed ik tenminste. Dus mensen, ik doe even de game opnieuw opstarten. Want dan moet hij even die update installeren. Maar dat geeft niet. Ik doe gewoon even een andere filmpje erin zetten. Wat ik nog meer uitspook hier.
Oké, hij gaat even updaten. Dus jullie krijgen even een kort pauzebeeldje. Even de update. Assetto Corsa wordt bijgewerkt. Nou, wat goed. Wat een gezaak. Nou, ogenblik geduld alstublieft. Waarom kan dit er nou niet? Ja, zus. De game wordt geüpdate. Nou, wat raar. Baby. Oh ja, hij is geüpdate. Nou, ik rij al hoor. Kijk eens. Miauw. Mooi hè. Mag jij jokken? Nou, als het goed is, moet hij er nu in zitten. Gaan we eens even kijken wat er... Kan de instelling niet opslaan, wat is dat voor geleuter? Expert. Team, dat. Australië, USA, België, Japan, Zuid-Afrika. Barcelona. Nou, dan moet ik me toch eens meer in verdiepen. Want ik heb er wel meerdere bij, maar Mexico nog steeds niet. Dat is toch gek? Ja. Zegt hij de official GT World Challenge. Ja. En die zit er dan helemaal niet bij. Nou, waar. Very strange, maar het is wel zo. Ja, het is niet anders. België. Japan. Hanjo. Hoi, van Pakisaki. Hanchang Mangi. Oké. Die baan in Spa, België, die is ook heel pittig. Misan, hè? Nou, weet je wat we doen? Ik heb zin om te rijden. Ik vind het wel best. Dat staat goed. Je naam niet kan veranderen in Twitch. Mijn naam? Nee, mijn naam. Oh, die feest zelf. Ja. Ja. Niet ergens bovenin bij instellingen? Ja. Er staat weergave naam. Nou, dat kan ik intikken, maar wat ik intik, zegt hij van, kan niet. Oh, dat is vreemd, hè? Ja. Zo. Ja. Alles wat ik doe, je kunt de weergavenaam niet wijzigen, maar wel het hoofdletter gebruiken in deze naam. Ja. Nou, schiet er wel geen reden meer op. Statief motoren, hè? Zal er wel weer even in moeten komen, denk ik.
Ja. Waar is mijn beeld? Even kijken, want ik vind toch altijd dat de oude account niet meer terug. Oh, hier. We gaan eerst maar even het circuit bekijken. Kijken of alles werkt. Ja. We gaan even het circuit bekijken. Ja, kun jij hem even bekijken? Moet het tenslotte even warm rijden. Zo, even een rondje om te bekijken, mensen. En straks gaan we wel even volgas. Ook wel schakelen. Dat jullie niet denken van wat rijdt daar voor een oude vandaag. Ja. Mijn rem doet het ook. Straks komen we ook wel even in actie. Oh, dat is een lekker bochtje deze trouwens. Oh, dat is wel een leuk baantje dus. Mijn remmen piepen. Ja, dat kan. Maar ik eerst wel even naar de pits gaan. Ja, goeiemorgens. Goedemorgen, heren. Bjorn is ook weer van de partij. Goedemorgen. Hoe is het dan? Pijn. Pijn? Een drukke nacht gehad met Sofietje. Nou, ik ben naar zo'n salon gereden. Ja. Niks aan de hand, we zijn een paar winkels in en we zijn even naar IKEA geweest. Even een idee doen wat, ze wel weten wat. Een nieuw bank zou kosten, een nieuwe schmoltafel, je eettafel, keukenspullen, je bedspullen. Ja, kom allemaal bij kijken. Ja, maar Jan wil je wel weten wat het ongeveer kostte. Ja. Dus we hebben een klein beetje opgeschreven. En toen zijn we met z'n tweeën naar Duitsland, naar Meppel gaan. Maar dat viel tegen. Oh ja? Ja. Qua afstand bedoel je? Ook in thema's. Oké. Ik hou van een leuk thema en maar dit jaar zit het niet in, want we moeten allemaal een aanpassing doen voor een karretje dat je met z'n tweeën langs elkaar heen kan lopen. Ja. Lekker dan. En toen zijn we even naar de Kringland geweest. En we zijn naar de Action geweest en bij de Action. Ja, we zijn een paar van die kinderen bezig met zo'n karretje, een winkelwagentje. Komt ze vol met mijn voet aan. En ik kom hier buiten. Auw, GPD. Dat er eentje kijken zo. Ja, ze stoot een paar van die kinderen met een winkelwagentje met mijn voet aan. Waar het neus is. Auw. Nou, is meteen in elkaar geschopt. Nee, ik ga geen kind slaan, sorry. Waarom niet? Ja, gewoon, hoor, bij IKEA. Ik sta het gewoon met Action. Bevalt het je niet, dan ros je er maar uit. Nee, zo is het. Nee, we dragen. Ja, en zijn bij de Aldi gaan ze vol uit de mannen toe heen. Ja, straks gewoon vol gas, mensen. Heb jij een bordje op jou van rij over mijn voeten? Ja, zoiets. En overal die ik
Welke hoeren moet je gebruiken? Ja. Ja, dat is... Oh, sorry hoor mensen. Oh, oh, oh. Oh. Ja, we zitten in de uitzending, hè? Ja, we zijn live. We zijn live. Maar dat maakt niet uit. Ik ben nog even een beetje aan het warm draaien. Geen verkeerd woord gezegd, dat had ik niet. Waar is dat vriespel? Hoe is deze betaald? Deze? Is dit de spel van Free? Of is deze betaalde versie? Nee, dit is een betaalde versie. Ah. Ik heb hem net nog uitgebreid. Ah. Alles volgens de regels. Pas op. Ja. Goedemorgen. 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 Wie is erbij gekomen? Marcel. Marcel. Nou, maar allemaal te vroeg opgestaan, zo te horen. Ik weet niet, ze komen erin en zijn ze stil. Nee. Ik was even een slok koffie aan het nemen. Ik kan niet alles tegelijk. Oh nee, dat is waar. Niet? Nou, dat is nou weer jammer. Nee. Maar dat geef ik niet. Ja, ik ben even een andere game aan het doen, Marcel. Ja, dat moet ook kunnen. Eigenlijk niet, hè. Eigenlijk is Riese Trucker een piloot, maar dit doen we even op zondagmorgen. Dat Verstappen vanavond moet racen. De vliegende trucker. De vliegende trucker. Schakelen en gas geven, remmen. Dat is een rotmog idee, hoor. Zo. Sorry. Mijn naam is Corrie. Ik vind die post toch niet lekker rijden hoor, dat ding. Nee, ik ga even een andere auto nemen. Het ding vliegt heel gauw uit de bochten. Dan moet je een Formule 1 wagen nemen. Hm. Een BMW? Nou, ga je maar niks doen. Want er zit op een vrouw in het wachten. Continue, nee. Even terug. Met een andere auto hebben. Die post die vliegt heel gauw uit die bochten. Ja. Maar je kan het technische gedeelte ook nog aanpassen. Ja. Ja. Dat dan wel. Nou, Twitch stuurt die codes even af. Jongen. Dus even kijken of ik nou die andere auto heb. Als het goed is wel. Altijd uren wachten. Ja, reken in de BMW, oh. Nou joh. Wat zegt u allemaal? Ik reed net in de Porsche volgens mij. Jonno zegt dat ik in de BMW rijd. Oh. Green light, go. Wie zal het dan beter weten? Ja,
was toch geen BMW? Ik zal het beter weten. Dit is wel een BMW. Ik reed net in een Porsche, hoor. Volgens mij. Ja. Weet je niet eens meer wat voor auto je rijdt? Tjonge, jonge. Nou, we gaan wel even kijken wat deze wil. Hé. Nee, maar Volvo. Ja, Volvo. 6x4. Ik heb die aanpassing nog niet gedaan, hoor. Weet niet of het ook wordt, hoor. Even gas maaien. Wat? Gas erin gezet. Ah. Ik weet niet of dat al van noodzaak is. Is dat normaal dat die remmen zo piepen of? Ja, je moet dat circuit die baan ook een beetje weten. En wat doe jij op zondagmorgen? Nou, ik stap even in de racewagen, gaan even lekker blazen. Ah, 248 km per uur. Rechte stukjes. Lekker hoor. Haal je met die trucks niet. Lekker over die rechte stukken heen, hè? Lekker. Ja, 200. Al net. Dit is een rotbocht, deze. Zo, dan krijg je een paar rukken aan je stuur, jongen. Tel je niet, hè? Ja, ik zit ook niet elke dag in de race, hoor. Maar het is wel even leuk zo. Nou, als Richard meedoet met de echte wedstrijden, dan moet hij nog even wat leren, hoor. Het gevoel komt wel, maar hoe langer je rijdt, hoe beter dat het straks valt. Ja, iedere keer in die vrachtwagens 80, 85 max rijdt, dan is dit een ander verhaal. Ja, is ook een iets andere weg, hè. Oh, oh. Nou, wat gaan de andere heren doen? Ik ben nog even met dit van gisteravond aan het bijbrengen. En nog even naar de winkel. Naar de winkel van Sinkel? Ja. Zo, vanuit de auto even een ander zicht. Wat zie je een andere auto aan weg? Nou ja, vanuit de auto gezien. Zo.
Yo, god fuck it. Kun je zien hoe makkelijk je uit een bocht knalt, hè? Heerlijk hoor. Hulp, de politie zit achter me aan. Jo. We hebben een overtreding. Gaat hard door de bochten. Ja. Hoezo word je hier zenuwachtig van, Ben? Gaat hard? Ja, je moet wel een beetje de feeling hebben met die bochten en het remmen en zo. Ja, dat bochten en het slapen wel. Dat je jouw mic is wat zacht, Ben. Oh, ja, beter? Ja. Ik praat ook niet altijd hoor. Ja, ik heb van die brullende motoren hier. Sorry. Ja, weer uit de bocht. Dat haarspelbochtje moet ik eerder remmen. Ja, jongens en meisjes, doe dit niet na. Nee. Mits het in de game is.
Nou, blijf maar op, Bochtie. Ik kan nog zo hard remmen met die snelheid. Die knalt er zo te wijzen doorheen. Ja. Oh, wat een publiek. Ja, het mag nou weer, hè? Zit vast in de grindbak. Nee, Jos. Zijn we nou maar bezig? Richard? Ja, ik begrijp het ook niet hoor. Even kijken hoor. Ja, kijk. Er staat een dikke letters achter op mijn kleppie Pro. Dan vlieg ik weer uit de bocht. Ik heb allemaal punten kwijt. Geweldig. Kom maar een beetje in vorm hoor. Even over de drempeltjes. Wat voor even de pits in. Mijn bandencheck. Al aardige klappen schat. Straks eens even met andere spelers erbij rijden. Is ook leuk. Competition. Ja, mag dat mooi werk dit man. Zeker op zondagmorgen, en wakker ben. Hopzee, ja, daar gaan ze in trappen. Vol gas over die bal. Heerlijk. Dan ben ik wel geen Max Verstappen, maar dat hoeft ook niet. Zeggen jullie eens even in die chat, hoe doet Richard het? Nou, ik ben niet bang, ben, hè. Gewoon sturen, gas, remmen. En gewoon met die banaan. Gas op die lolly. Doe dit niet op de echte autoweg, want je krijgt een fikse bekeuring. Ja, maar toch niet de schade uit. Nee, nee. Oh, rijk weer de pits voorbij. Volgende. Maar mijn zus zegt dat ik het aardig ervan uitbreng, dus. Dat is gewoon een aardige zus, hè? Ja, die heb je natuurlijk net een appje gestuurd, maar 5 euro over. Ja,
app jij even in de chat dat ik het goed doe. Ja. Nee, Ben. Ik heb twee handen aan het sturen. Althans, één aan de pook en de andere aan het stuurtje. Ja, dat hoorspel mocht je, dat is een rotding. Ja, dat is beter dan rechtdoor kunnen trekken. Ja, dat is niet leuk meer. Nee. Wel een mooie baan trouwens hier in Italië. Ziet er wel mooi uit. Nou, Zandvoort is ook geen makkelijke baan om te rijden, hoor. Nee. Nog meer van die banen. Die rechte stukken, even lekker door gassen. Had toch snelheden van boven de 260. Net zat ik op 284 km per uur, lange stuk. Zo, even spits in. Warning, 50 km per uur. Slow down. Geef ze mooi aan. Als je iets over de 50 gaat, dan slow down, slow down. Oh. Oh ja, in die pitch. Ja, het is wel mooi gemaakt hoor, die. Ja. Wat zal hij zeggen? Stop de engine. I say nothing. Sure, wat een rust. Een paar nieuwe bandjes erop. Wat zie je er? Schiet eens op, jongens. Komt allemaal van mijn tijd af. Hup, tempo, tempo. Ik heb wel zien bij die jongens dat zondagmorgen is. Lekker rustig. Man, dat is op de dooie. Het is geen training, het is een wedstrijd. Ja, duimpje omhoog. Ja, en dan? Moet je nog wachten. Oh, we mogen weer. Ga ik straks even met andere races. Zo, nieuwe bandjes. Ja. Ik krijg gelijk weer merken, nieuwe banden. Oh. Ik heb Anerie ook wel eens achter het stuur gehad hier. Nou, dat vond ik pittig hoor, omdat je ook die reacties in het stuur hebt. Nou, ik zei, dan doe je eerst even rusten, niet gelijk vol het gas erop. Dat je eerst een beetje die baan kent. Maar later ging het al beter hoor. Nou, als Anne-Rie zegt van, oh, dat is wel gaaf, dan dat zegt al genoeg. Maar op zich gaan ze goed auto rijden, vind ik. Ja, dit zijn ook snelheden die maak je in het dagelijks leven niet mee natuurlijk. Nee, die Duitsland wonen. Ja. Maar zelfs in Duitsland gaat het ook niet zo hard meer hoor, tegenwoordig. Maar je kijkt naar vroeger op die linkerbanen.
Dan konden ze nog wel eens voorbij planken. Maar dat gebeurt niet meer. Voor de kijkers die deze game niet kennen of nooit gedaan hebben. De torsies en bewegingen in je stuur, dat effect, dat is dus... Nou ja, zoals je hier die drempels opknalt, dat voel je ook in je stuur terug. En soms ga je zo hard die grindbak in als je uit een bocht vliegt, dat stuur gewoon uit je handen slaat. Lekker. Dus de torsie, dat voel je gewoon tijdens het... Torsie. Oh, torsie. Trilling en ja, alles en de schokkingen hier. Je moet tandwielen in het stuurhuis zetten. Ja. De tandwielen 1 en 7. Ja, dat... En verwisselen met 3 en 5. Maar dat maakt het best vermoeiend als je dit een half uur doet of zo. Hoor. Ja. Ik heb ze allebei, hè. Competition en Asset. Ja, je hebt er nog één, hè. Ja, meerdere. Nou, zet hem aan. Kom even lekker rijden. Gaan we op onze oude verdagen daar rijden. Ja, dan moet ik eerst een spel weer vanaf Steam gaan installeren. Oh, je hebt hem er niet meer actief. Nee. Nee, oké. Nou, dat is wel helpend op het drukken. Maar ik weet niet of er nog racefanaten zijn van Max Verstappen. Ik kijk er bijna niet hoor. Maar ja, vanavond is wel een gunstige tijd voor Nederland. Nou, leed eens een keer op je... 8 uur. Wat is voor tijd? Als je een keer op visite bent, Lea, bij je broer, dan gaan we een keer achter het stuur zitten. Doe het wel zonder livestream hoor, dat hoef je niet te doen. Ja, ik heb dat bochtje nog niet onder controle hier. Toch eerder remmen. Je kan, dat heb je links, je parcours symbooltje, linksboven. Ja. Dat kan je goed zien. Maar die zet ik dan altijd in het midden van mijn beeld. Ja, dat vind ik irritant wanneer je dat voor je snuffert zitten. Oh, kijk, dat was er een. Ik heb geen beeld. Oh. Ik bedoel, je ziet Twitch niet of je ziet helemaal niks? Wie ziet er niks? Hallo Björn. Ik vraag je wat. Hij is weggelopen denk ik. Björn. Nou, dat ben ik niet tegen. Dan vraagt hij wat, dan geef je antwoord en hoor je niks. Ja. Björn. Sorry. Ja. Björn. Is je in slaap gevallen, joh? Nee, joh. Was misschien op zijn knieën onder het bureau en naar zijn koptelefoon af. Ja. Dan denk ik ook. Gaat hij op zijn knieën voor? Gaat hij op zijn knieën voor je? Dat hij dit is, zeg ik, een gebeeld en dan onder het bureau gaat duiken. Ja. Ja, dat kan ik heel slecht tegen hoor. Als je nog wat zwaar gegeven man voor die op. Ja. Je zelf als je tegen iemand zegt, snap je het? Ja! En een 5 minuten later, hoe was het ook alweer? Ja, dat is irritant. Nee, ik snap het niet. Of vertel het nog een keer of doe het wat rustiger. Het is beter als ik uitleg, kan ik het ook rap doen.
eerlijk zeggen. Maar je kan ook met een paar auto's rijden. Richard. Huh? Je kan ook met een paar auto's instellen, toch? Met anderen met je meerijden. Ja, met een multiplayer kan ook. Ja, maar ook zo, zoals je nu bezig bent. Ja, klopt. Ik heb ook wel eens met die maat van mij met een Ford Escort gereden. Ja. Ben je er nou wel, Björn? Nou, hij is gevlogen, Ben. Ja, ik... Ik sluit zo af en hij gaat met de andere stok gelijk opstaan en dan krijg je hem een zwart beeld. Ja, want dat was mijn vraag. Krijg je zwart beeld in het spel of doet je hele scherm het niet? Maar ja, toen kreeg je geen ging je alle twee zwart beeld geven. En toen was het klaar. Ja. Maar kan je nou ene spel vastslaan en een ander spel opstarten? Dat weet je misschien. Ik moet het zo uit gooien. Ja. Singleplayer, multiplayer. Steam. Ja, dat vind ik heel raar, multiplayer. Audi. Er komen van die gasten erin, die drukken je gewoon van de weg af. Service list. Ja, ik weet niet wat ik zal gaan doen. Hij is aan het loaden. Zoeken naar servers voor multiplayer. No server sound. Found. Maar heb iedereen al die kerstmord erin zitten dan? De kerstmord? Ja. Ik heb hem er nog niet ingezet, wel die andere. Singleplayer. Wat was die andere dan? Ja, met die sneeuwmod. Oh ja. Select a special event. Please select a special event to participate in a few. Oh ja. Disconnect. High roof, lichtbox. En 142 on en offline RAR. Daar gaat het om. Maar dan krijg je weer die hele moordlijst, hè? Ja. Maar kan toch ook als je drie vijltjes, nieuwe vijltjes hebt, gewoon die vijltjes opsturen. Met een fotootje erbij waar het moet komen te staan. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Hij pakt geen servers op. Ik hoorde Erik ook eens vertellen dat hij weinig ruimte heeft in die cloud servers. Nee. Maar, ja, je doet er niks mee hoor, met die cloud. Ga weer fout. Ik heb er ook weinig mee. Nou. Maar ik hoor nou hun heel zacht. En ik hoor mijn dingen ook heel zacht. Je kan naar je instellingen gaan, hè? Achter je naam.
onderop in Discord op het sterretje. Nee, Ben. En wacht even. Oh, nee, ja. Dan ben je geluidskaart gaan kijken, geluidmixer. Even kijken. Ja, dag Lea, fijne dag nog. Ja, Lea, groetjes. Ga je fietsen vandaag? Of ga je wat anders doen? Er zit nog iemand, je moet wel 3 track medals hebben. Ik moet helemaal niks. Ik moet 3 bossen bollen per uur hebben. 3 bossen bollen? Ja. Oh ja, lekker. Per uur. Maar. Nou, dan leef ik nog 3 maanden, denk ik. Ja, ik zit nog niet zo lang in deze game, vandaar. Ik snap hem. Confirm. Dit er weer een keertje gaat snoren. Maar dan ga je niet... Snoren. Dit is ook goed. Circuit Zandvoort. Is ook even leuk, hè, om te rijden. Of truck en logistiek. Logistiek. Ja, dat is ook wel leuk. Dan kun je ook multiplayeren. Maar ja, ik heb niemand om multiplayeren. Ik moet dat voor het spel. Jammer genoeg. Nissan GT. Ja. Ah, je kent wel iemand. Oh ja? Dit is die Porsche. En hoe heet die vent? Een asfaltrokker. Oh. Oh, wat leuk. Ja. Pro. Custom. Ja. Dat is geëindig. Oh, dat is ook zo'n Amerikaanse Volvo in dat spel. Nürburgring. Ik heb alleen de geld er nog niet voor. Ja, ik moet weer van mensen leren. Sorry? Australië. Oh ja. Oh, rustig aan. Loading, 27 graden in Australië. Time of the day, 9 o'clock. Practice session. Ik ben nou zo ver dat ik met een truck rij. Ja, mooi hoor. Ik ga tussentijds even een plasje doen. Ik ben zo weer terug. Dat gaat niet hoor. Ik heb niet allemaal geplassen. Wat het nou zo heet. Ah, maar mooi, want moet je materialen naar een bepaalde locatie brengen om brug te bouwen of wat anders? Ja, nee, dat is construction. Nee, dat is ook met de snoren. Ja, snoren, ja, nee. Oh, dacht je dat? Ja. Ja, ook, ja. Maar die snappen we nog niet. Richard heeft hem ook. Maar ik snap hem nog niet helemaal. Nou, je moet die checkpoints allemaal vrijrijden. Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel... Dan kom je ergens vast te pitten en dan heb je geen brandstof en dan... Dan kun je elkaar helpen. Ja, ik heb het met Richard een keer gedaan. Marcel, ging hij me douwen of wat trekken met een lijntje? Ja, klopt. Ja, zover, maar ja, ik weet niet wat er wel of niet lukt. Nee, dacht je wat ik nu even opgestart had, truck en logistiek. Oh, die is ook leuk, moet je ook je eigen lading inladen. Ja, klopt. Ja, die heb ik nou voor me staan. Oké, alleen je dashboard kleuren, meer ken je maar niet. Ja.
headlights. Nee, maar snowboard, ja, dat ook een hele tijd niet gedaan. Ik vergeet je het ook weer, hè? Ja. Ja, ik moet het dadelijk nog even door. Oh. Ja. Nou, dan gaan we het al aan. Dus dat ik hem een andere keer wel op je uit heb. Maar ik vind het geleerd, heb ik erop staan. Capiciani? De mondkapjes zijn in de winkels weer verplicht. Ja. Hopeloos. Ja. Ik kwam gisteren in de winkel, ik zag allemaal mondkapjes. Ik denk, zeker nog wel op dezelfde planeet of zo. Ja, nee, dat is sinds gisteren, zaterdag. Oh, jezus, man. Ja. Ja, nou ja, 12.000 positieve per dag. Dan kunnen we die discussie wel weer aangaan van mensen die hun eigen niet hebben laten inenten. Nou, ik denk wel, maar het hebben meer oorzaken. Maar ja, het is toch van mensen die, denk ik, toch een beetje stront eigenwijs waren. Jij er ook intussen, ja. Ja. Wij kennen iemand die de moeder, nou jongen, die gaat er zo ver in. Dat ze wil niet eens met de dochter praten, omdat die het wel heeft laten doen. Oké. Okay. Nou ja, dan... Ik zeg bij mij al genoeg dat je, kijk, of jij er tegen bent, jij mag een mening hebben, tuurlijk. Ja. En die mag je ook uitvoeren, wat mij betreft. Dan loopt er niet te zeiken als je straks toch wat opgelopen hebt. Waarom? Ja, want die A zegt, behoort dan ook beter, zeg. Nou ja, dat mag wel lullen. Ik had het met oploop, dus dat zit er altijd wel in, ook ben je hier. Oh jawel, tuurlijk. Je bent liever 100%. Alleen je wordt er wel ziek van. Uh-huh. Maar niet zo beroerd als iemand die zich in coma moeten brengen. Uh-huh. Maar ja, dat zeg ik. Daar kunnen we weer lang en kort over kletsen. Daarom. Dat gaan we niet doen. Ik heb wel laten doen in ieder geval, maar ik heb er geen spijt van. Nee, ik bedoel, dan zeg ik, ja, wat doet het over 10, 20 jaar? Ja, dan nou zal ik het dan nog zijn met mijn 67 levensjaar. Dan ben ik 77, 87. Nou, dan ben jij er nog wel. Nou, denk ik niet. Jawel. Maar daar ga ik wachten, dus geen flauwsaus. Die heb ik ook geen trek in. Positief blijven denken, Ben. Ja. Multiplayer. Stel dat je nou heel nodig moet plassen. Je bent met zo'n race bezig. Moet gewoon laten lopen. Probleem? Moet je dan gewoon laten lopen? Nee, daar heb je van die speciale plasflessen voor, hè? Ja. Oh, wel. Ja. Ja, dat vroeg ik me net af. Ik denk, ja, hoe doe je dat in zo'n race eigenlijk? Het zit toch een aantal rondes dat je moet blijven racen. In feite, ja. Die coureurs die doen het gewoon in een broek. Oh. Die hebben een luier om. Wat een gezeik. Ja. Nou, lekker dan. Zo, iedereen lekker geslapen, die zitten te wat kijken. Wat dacht je, Richard, van die wielrenners? Daar heb ik ook hele verhalen over gehoord. Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Hè. Ja. Ja, die laten het ook gewoon door de pijpje heen lopen. Ja. Gewoon doorfietsen. Ja, en dan zit jij erachter. Denk jij, je regelt het? Zoiets, ja. Nee, dan krijg je... Hè? Ja, mooi, hè? Nou, ik vind het niet mooi. Oh. Helemaal besopen. Nee, dat is not allowed. Andere baan. Andere auto. Hier dan, heb ik een spelletje. Dat heeft 1, 2, 3, 4, 5... 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 verschillende talen. En wat denk je? De Nederlands zit er niet tussen. Telletje. Oh ja. Prefix. Alles met ultra. Dat is weer een ander bandje dit. Ja. Other options. Benchmark test. Goedemorgen. Blijf je nou weer met een busje? Kuts. Zo, dit is een lastige baan. Australië. Nou, de Red Bull. Dat weet ik eigenlijk. Wel mooi aangelegd zo. Pirelli. Zo, even je wat erbij aanzetten. Wat gaat u aanzetten? Oh, tegen Tess. Oh. Even je wat erbij zo bederven. Oh, familie Panda is er weer. Ja. Gezellig. Ja, ik rij even in een andere truc, meneer Panda. Sorry? Ik zeg, ik rij even in een andere truc. En wat rij je nu dan? Een dikke racewagen. Oh, ja, dat andere zet de Corsa, of niet? Ja. Leuk. Ja, even zondagmorgen zo, weet je wel. Ik ben geen Max Verstappen en Niki Lauda, maar... het is wel even lekker om even te racen. Oh ja. Als je een keer wat anders dan Euro Truck hebt, dat... Dat bedoel ik. Van een stukje langzamer, hè? Ja. Net zoals als je ineens Formule 1 gaat doen, schrik je ook helemaal rotje hoe snel dat ineens gaat. Ja. Ik rij nou op een baan in Australië, maar... Dat is wel mooi aangelegd. De Red Bull Ring? Ja. Oh, bocht. Wow, catch. Bang. Maar de kans, als jij dan Ramp of Energy pakt, dan ga ik het muziekje klaar. Natuurlijk wel. Een mooi rechtstuk dit zo. Hup, vol gas. 245. 252. 260. Kinderlijke snelheden. Ja, deze auto gaat niet zo hard. Met minder vermogen als die andere. Ik wil lekker door die bochten scheren met deze. Het leuke is van die truck en Logitech. Ja, dan rij je trekker oplegger verder in het spel. Maar ik moet nou een container laden. Nou, en dan moet je in zo'n containerkraan moet je gaan zitten, zo'n mobiele.
En dan, ja, dan moet je die zelf je auto laden, is ook wel grappig. Leuk spelletje. Alleen ja, ik moet het dan wel even door hebben. Nog weer op de T drukken. En naar beneden. Ik zie je dat ik even daarnaast zit. Maar dat pakt hem wel op. Nou, dan kan ik naar achteren toe. Denk ik. Even kijken. Eerst omhoog. Kom maar omhoog. Heb je geen achteruit? Wel. Nou, heb ik de container opgepakt en nu moet ik hem op die trailer zetten. Eindig hoor. Maar ik heb vroeger een spelletje gehad, dan zat je in een grote, in een haven. En dan met zo'n grote overhead kraan container. Uit die boot te halen, maar ik kan hem nergens meer terugvinden. Dat is nog vroeger met Windows 95. Nee, niet tegen de muur. Goed zo. Wat een reactie. Maar jullie zijn het ook nog niet ergens tegengekomen, hè? Ik heb het nog niet gezien, nee. Ja, dat lijkt me ook wel gaaf. Ik heb gistermiddag ook half Steam af zitten kijken, af zitten zoeken. Maar ja, eentje met een VR-bril. Nou, dat wordt wel erg duur, dat spelletje. Ja. Ja, ik wil gaan. Sorry? Ik wil gaan. Ja, oké, man. Heel later. Zeggen, laters. Ja, maar zo, groetjes, hè. Jo. Jo. Wat even de vogels gaan voeren, denk ik. Toch zit ik er wel eens over na te denken, hoor, want dat is toch wel een wereld apart. Ja. Allemaal zo'n hoop centen. Zo'n bril, en dan weet nog steeds niet welke nou goede is. Want ik heb er eentje via Steam besteld. Ja. Je hebt 5 maanden moeten wachten. En dan heb ik binnen een maand weer verkocht. Want we vonden gereed dan heel slecht en niet scherp te krijgen. Ja. Maar ja, daar heb je allemaal wel internettests voor. Maar zoals de vliegen ook, dat lijkt me ook wel gaaf dat je gewoon... Want ik heb hem gezien zoals jij, met dit racepel, want daar had hij hem voor gekocht, dat hij in die Formule 1 wagen. Ja. En als hij daar rechts over zijn schouder heen keek, hij stond in die bocht bij die grindbak. Ja. Ik zo circuit op, hè. Ja, oké. Okay. En dan ziet hij ook al die anderen aankomen. Ja, dan stuur je met je hoofd mee. Ja. Ja, dat is wel een mooi systeem. Ik heb enigszins dan met die headtracker, maar het is toch niet... Nee. Dat is niet zo actief? Nou ja, maar elke beweging die je met je hoofd dat zie je in je beeld. Ja, oké. Okay. En dat andere beweeg je, dan gaat het beeld gewoon mee. Ja. Kijk, als ik in mijn truck zit en ik kijk naar mijn versnellingsbak, dan verdwijnt mijn beeld ook naar beneden. Ik neem wel risico's in die bochten, hoor. Ja. Maar je was met die Formule 1 gereden? Nee. Oh, dan moet je die eens nemen, man. Die is nog beter, oh. Zeker. Nog harder. Ja. Nou ja, haal je snelheden van 300 zoveel. Oh, ja. En die ligt ook. Ja, dat haal je met deze niet, hoor. Die ligt. Maar die zit hier niet in, hè? Weet ik niet. Nee. Nou, die trail niet gepakt. Erin, eruit. Ja, als je hij mute is zijn mic en dan gaat hij eruit zonder wat te zeggen. Raar. Nou, lekker dan. Rekening met de diepe corner en Conrad straight, daar ligt een flinke bump. Oh. Dat zegt meneer Reto Kion, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Om van die moeilijk te worden. Voor een eenvoudige boerenlul als ik. Ik was even om mijn asje heen gegaan.
Ja, ik heb er weinig verstand van, ook van die hele Formule 1. Het is wel eens leuk om zo te scheuren, maar... Even kijken hoor, ik begin het nou alweer. Even kijken, waar moet ik naartoe? Zeg het eens. Waar moet ik dit naartoe? Waar moet ik heen? Volgens mij dat meteen. Even kijken, daar sta je van. Nou, weer die motor starten. Waar ben ik dan? Ja, ik denk dat ik straks even na de lunch even ga vliegen. Ja, ik ga straks maar nog even wat klussen doen. Maar even naar Kawaii of Praxis. Moet even wat lampen ophangen hier. Oké. Okay. Eén vervangen in het toilet, een spotje kapot. Oh. En in de hal wil ze een andere lamp. Ja, oké. Okay. Maar ze had wel de kap mee, maar niet zo'n ophangsetje. We hebben nou zo'n... verhuisbol ingang. Nee, hoe noem je zo'n ding? Kristal... Kristal. Toen wou ze een klassieke lamp in de hal. Ja, hoe noem je zo'n lamp? Ja. Met die kralen en alles. Ja, koffietijd. Even koffie. Ja, zeg hij. Ja, moet kunnen hoor. Oh, oké. Okay. Jij zegt het hoor. 2,80 op Long Street, Paul Ricard. Ja, dat zeg ik. Ik ben niet zo'n prof. Hoor. Nou, is dat in de chat 280 kilometer op Long Street. Ja, op de Sir Paul circuit, ja. Dat is ook een circuit, hè. Moet ik even tenten? Zal ik even gaan tenten? Dat kan ook. Hé, hey, maar hoor je dat? Marcel heeft ook snowrunner. Oh ja? Ja, dat zegt hij net. Oh. Even kijken, hoe moet ik tenten? Oh, dat wist ik ook niet. Nee. Er is een eeuwigheid hier gespeeld. Het is altijd maar drukken, drukken, drukken. Ja. Nou, doet hij nou wat? Of, Praktisch ten... Nou, ik snap de gereed van het zal. Op zich wel een mooi spel. Hè? Oh, jawel. Wat gaat mij inderdaad te snel. Ja. En ik word er zenuwachtig van. Je moet er ook wel een beetje feeling voor hebben. Ook dat. Want dan had ik wel coureur geworden. Ja. En als kind zijnde vond ik dat kartrijden ook wel leuk. Maar ja, dat moest je, ja. Dan had je weer niemand die mee ging. Nou ja, dat is het ook vaak, hè. Lamborghini. Heel mooie auto's, Lamborghini. Oh ja. Rolf Inaien, Zwitser.
mensen winnen dan in een lotto zeg maar 10 miljoen, noem maar wat. Ja. En dan kopen ze meteen zo'n dure auto. Ja. En dan gaan ze erin rijden en meestal is de eerste dag rijden ze hem al in de puinpoeier. Want er is een auto voor ons burgers niet weggelegd. Nee. Of je moet zo technisch onderlegd zijn dat je precies weet. Ja, dat weten wij wel. Althans, ik weet wel hoe meer horsepower je hebt, hoe gevaarlijker die auto wordt voor je. Want het heeft te veel gas geeft en dan slip je al weg. We gaan even Zandvoort op, jongens. En zo'n mensen lopen te pronken met hun spullen. Nou hoorde ik dat die kleine is overvallen. Oh ja? Omdat die liep te pronken met een horloge. Van 120.000 euro. Oh, lul kleine. Ja. Ja. Ja, ik zeg altijd lul kleine. Ja, nou, ik mag hem ook niet doen. Akelig jongen, nou vind ik. Ja, nou weet hij zelf eens wat er wordt als hij iemand agressief tegen hem doet. Wat hij altijd tegen anderen doet. Want hij heeft een keer Ruudje gehad met een paar burgemeesters, geloof ik. Kijk, het is lullig dat hem overkomt, want dat kun je niemand. Maar... loopt er niet zo te pronken, man. Hij was toen een keer s'avonds in de uitzending bij Humberto Tan. Had hij ook zo'n grote wafel, dat jongen. Ja, maar ik denk dat hij heel wat is, ja. Ieder voor zich. Ook maar weer even wennen aan deze auto. Een Lamborghini. Ja, ieder voor zich, ja. Zo. Ja, toteloos, jongens. Nou ja, er was ook op televisie vertellen van die quotum 500. Ja, en die is de rijkste van ons land. Ja. Die zit 8 miljard. Nou vraag je om problemen, niet voor diegene die dit omroept, maar wel voor diegene die dat hoort. Ja. Want die denkt 8 miljard, die moeten we maar eens gaan kidnappen en een losgeld gaan vragen. Deze auto heeft even iets meer power. Nog meer? Ja, deze heeft meer. In de bochten. Die rijdt ook weer heel anders dan die Porsche en de BMW. Ja, dat vind ik wel mooi van het spel. Dat echte rij-eigenschappen per auto is totaal anders. Is wel verschillend hoor. Maar je kan ook een hoop instellen. Ook als je de pits ingaat, dat die automatisch van tevoren gekozen banden erop zet. Ja. En elke keer 5 of 10 liter erbij tankt. Ja. Ja, deze haalt al hogere snelheden. Op een gegeven moment hadden we iets gedownload ergens, een Ford Escort. De eerste 10 rondes waren naadje, maar later hadden we aardig onder controle. En dan dat geluid ook, hè, wat wij dan hier in die truckers hebben. Ja. Met die turbo en die open pijp. Ja, dat hoor je daar ook. Nou, dat is inderdaad wel per auto verschillend qua rijstijl. Deze met zijn acceleratie weer veel sneller. Nou doe je lichtjes het ook hè, in je stuur. Ja. Nou wat ik nou mee speel ook. Dat is mijn gas. Noem je dat? Wanneer je moet gaan schakelen. Ja. Geel, groen, rood. Als je hem heel ver doortrekt dan wordt hij rood. Ja, nou schakel ik ook met de pook bij de race game. Oh, je kan hem ook op automaat zetten. Ja. Lekker door die bochten maaien. Nou, volgens mij zit ik ergens verkeerd, want ik zit totaal niet op te letten. Ik heb geen route meer, dus ik moet even keren. Ik moet even dat ik de weg terug ga, want ik weet nog god niet wat ik moet doen. Als dat kan, hè, tenminste. Ja, maar hier ook achteruit draaien. We hebben ook een leuk spelletje, dat is gratis, dat kun je bij Steam zo downloaden. Het heeft ook te maken met Eurotruck. Ja. Dan is het alleen maar oefeningen met je trekker en oplegger. Moet je hem daar ophalen, aanpikken en dan 50 meter verderop op 2 vrachtwagens heen en langs een container in een klein hoekje zien te proppen. Oh ja. Nou, zo leer je het wel. Ja, oh ja. Ik had laatst ook weer met Eurotruck zo'n los plek, helemaal achter in een hoek. Ja. Kom je dan met zo'n dubbele combinatie aan?
Ja, ja, dan heb je een probleem. Dat is lastig hoor. Ja. Ja. Ik ben alsmaar rechtdoor gereden, ik heb nooit meer op die route gelegd. Nee. Op, splitten. Oh. Toen de knal je ook uit die bochten, jongen, dan denk je, nou, ik rem genoeg. Ja. Maar dat is niet, hè? Nee. Dan kom je er te hard in. Nou, hopen dat je die route terug kan vinden. Ah, het is wel eens even lekker zo, even... Ik had gisteren al een hele mooie Volvo in een solo-profiel gemaakt. En dan moet je zeggen, kopen. Dan heb ik waarschijnlijk weer de boel weggeklikt. Dus ik op een gegeven moment, ik denk, nou, ga even een stukje met dat ding rijden om die snowmot uit te proberen. Die hele truc weg. Waar is die er weer uit? Dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, is mij ook eens gebeurd hoor. Ja, nou ja. Ja. Maar ik had ook niet voldoende geld, dus ik kon hem, volgens mij is dat een probleem geweest, dat ik nog niet genoeg garages had. Want ik had maar één garage in Amsterdam. Dus ja, toen had ik op een gegeven moment... Dan moet je hem wel kwijt kunnen hoor. Die vracht waren helemaal klaar en gepimpt, hartstikke mooi. Ik denk, kon ik het niet meer terugvinden? Nee, hè? Ja, al je aanhangers, al heb je er 100, kun je ze allemaal in Amsterdam neerzetten. Ja. Alleen trucks maar 5. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja. Dat moeten ze nog iets doen als je 30 trucks hebt, moet je gewoon zogenaamd allemaal in Amsterdam. Want als je met een aanhanger kan, moet het met de truck ook kunnen. Ja. Oh, mijn koffie, shit. Helemaal koud. En nog een lekker koekje bij, met de koffie of niet? Als je, nou, niet helemaal koud, maar ik zit er niet ver dan. Ah, mijn gras. Ik vond het altijd mooi met die caravan race van André van Duin toen. Maar ja, maar graas. Oh ja. Die was toen commentator, weet je wel, bij die caravan race. Ja. Dat was ook wel lachen hoor. Ja, maar graas. Hoppatoe. Remmen, remmen. Ja. En links. En links. Hou vast. En gewoon. Hoop. Ja. Ik weet niet wat er gebeurd is. En ja, we scheuren nou over het Zandvoort. Nou, ik neem wel een ander ritje, want dit is... Even lekker over het rechte stuk. Dat terugschakelen ook, hè? Dat schokken van die auto. Ja. En altijd kijken waar je heen wil, hè? Als je in een slip komt. Sorry, als iemand? Als je in een slip komt, altijd kijken waar je naartoe wil. Ja. Dan trek je hem altijd weer goed. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal, hè? Ja. Je gaat naar waar je kijkt. Ja. Maar ik heb met een vrachtwagencombinatie ook al een keer gehad, hoor. Met slecht weer en het was glad op die weg. Begon hij ook te glijden. Terwijl hij niet eens zo hard remde. Maar ja, daar heb je zoveel vracht bij. Hè? Dan zit je toch even anders in je stoeltje op zo'n moment. Dan denk je van, Ja, ze denken er allemaal zo makkelijk over. Ja. Nou, container weer opgepikt.
kan die mensen zomaar weggaan, hè, zonder wat te zeggen. Nee, brutale apen. Ja, of zeg je maar, jongens, gaan we wat anders doen. Ja, goed jongen. Ja. Maar komt erin, zegt niks. Ik zag wel dat hij erin kwam. Maar, Nou, gaat lekker zeg. Niet dus. Klim naar die zakken. Oh, oh, oh. Andere kant op, Ries. Zandvoort. Aan de zee. We nemen de raceauto ook maar mee. We blaren lekker over de weg. Zou het in het echt ook nog eens een keer willen doen? Even op Zandvoort een uurtje of zo. Ja, dat is niet zo makkelijk, hè? Nee. Nou, zet je leven wel op het spel. Ja. Nou, laten mensen het maar doen die er wat meer verstand van hebben. Ja, die krijgen er ook geld voor en ik niet. Maar ja, zo is het even een keertje leuk om even... een race in de stream te gooien. Voor de liefhebbers. Voor ieder wat wils. Ja. Wat zegt hij nou? Hij zegt wat tegen, joh. Wie? Wil de gemiddelde, de meest, nee? Wil je de gemiddelde auto rijden, dan moet je een F448 nemen. Met flippers. Deze rijdt de geen beste. Oh ja. Nou ja, leuk dat hij je tips geeft. Het is wel mooi, ja. Ik denk dat hij die game goed kent. Ja. En ik heb hem nou voor de vierde of vijfde keer dat ik hem een keer in een live in die stream gooi. Dus. Ja. Maar zo gek veel doe ik hier niet mee, want ik ben meer met de Flight Simulator en Eurotruck natuurlijk. Maar het is wel eens leuk om even tussendoor wat andere dingetjes te doen. Zo hebben we een snowrunner gedaan. Maar ja, dat ja, is een vrij pittig spel, moet ik zeggen. Ja, maar dat komt ook omdat we hem niet kennen. Nee, dat te weinig ervaringen mee. En wat ik kon... Marcel schijnt beter te kennen als wij, dus... Nou weet ja, nou ja, dan moet hij een keer erbij komen als wij live gaan in ja. De stream met snelrunnen. Nou ja, geen show, hè. Ja. Zeg, ga je naar de wc, ga je het ook streamen? Nou, dat niet hoor, zover ga ik niet. Ja, je hebt van die bloggers, die doen er alles voor, hè? Oh ja, die lopen de hele dag met de camera aan de kont. Ja, dat zie je aan Enzo Knol en Milan. Die Milan ook, die zit gewoon constant, als die live is, allemaal verschillende games te spelen. Maar ja, ik vind ook niet elke game leuk. Kijk, ik hou van autorijden en dit een beetje erbij zo. De snowrunner vond ik op zich best leuk met die opdrachten. Maar dan moet je die game wel heel goed kennen. En dat maakt het leuk om dat vaker te doen. Wat Construction was op zich ook leuk. Maar ja. Voor je streams is dat weer niks, want er kijkt niemand naar. Nee.
Dus als je dan 2,5 of 3 uur live construction... Maar dat moet je gewoon een keer op een dag doen als je zegt van nou ja... Dan zou je het spel nooit meer gaan spelen. Omdat jij denkt van mensen kijken er niet naar. Nee, maar het kwam door, bij hem door die instelling op een gegeven moment met dat stuur veranderen. En dat ik dat beeld niet stil kreeg. En toen, ik ben nog aan het vogelen geweest, maar ik snap niet hoe dat kan. Ja, nou ja, wat ik nou doe is... Ligt eraan wat voor spel ik heb gespeeld. Dan heb ik zeg maar Euro Truck. Dan sluit ik Euro Truck af en dan gooi ik mijn stuur uit. Ja. En dan, ik heb zo'n controle unit apart. Zet ik die aan. En dan start ik het spel op en dan is er niks aan de hand. Maar je moet niet je stuur aan hebben staan en dan zeggen van, oh ja, nee, mijn stuur moet uit. Nou, dan moet je weer even instellen op het spel wat je gaat doen. Ja. Want dat moet, ik heb ook met beide gereden hoor. Want ik heb het ook wel eens gehad als ik vanuit Assetto ga, terug naar Eurotruck, dat je ook een probleem hebt. Ja, moet je even die G-hupen opstarten. Ja. Alleen maar opstarten, meer niet, en weer afsluiten. In principe moet het gewoon kunnen hoor, als je overschakelt naar een andere game zoals Eurotruck, moet het geen probleem zijn. Nee. Alleen in de stream moet ik even de activiteit van game veranderen. Want die staat nu op Assetto, dan moet ik even omschakelen naar Eurotruck. Dat moet je even apart inschakelen als je live zit. Dat kan niet anders, want je kan maar één game tegelijk pakken. Dan zou ik er een tweede PC bij moeten pakken, dat kan overswitchen. Maar... Er staat nog wel een PC hiernaast, rechts van me. Maar... Die gebruik ik meer voor online vliegen en zo. Dat ik daar mijn flight maps op heb staan. Ja. Ik zit er boven ook eens, maar ik heb hier geen ruimte meer, man. Dat is de pest. Nee, je hebt je studiootje vol daar, Ben. Nou, ik heb hier laatst nog aan de rechterkant Dan zou de PC'tje ook kunnen voor gebruiken, voor al die losse programma's. Ja. Zoals dat je die gebruikt voor kaarten op te roepen of weet ik veel wat. Ja, voor je navmap en zo. Ja, maar ja, dan moet die weer in verbinding staan met je. Zie je wel. Dan moet die weer in verbinding staan met je netwerk. Ja, die navmap die heb ik. Die zou je ook op je tweede scherm kunnen pakken. Of mijn derde scherm dan in dit geval op die andere PC. Ja. Maar je activiteit is natuurlijk op de PC die je draait. Ja. Maar zoals simbrief om je vluchtplan en alles samen te stellen, dat doe ik dan op PC 2. Ja. Ja, want dat moet op één PC, ja. De rest waar je mee werkt, dat moet allemaal geactiveerd staan. Ik vind die, hoe noem je dat? Die flight planner niet zo makkelijk. Of eigenlijk helemaal niet makkelijk als met Flight Simulator 10. Die simbrief? Nee, Oh, die navmap. Nee, ook niet. In het spel zelf. Oh, in de Microsoft. Ja, normaal kon je een route, zei die van A naar B, en dan kon je zelf lijnen trekken. Pak je die lijn op en die versleep je via naar een waypoint. Ja. Maar dat kan hier allemaal niet. Nou, dat vind ik een beetje raar. Dat is een beetje, ja, jammer. Even kijken. Ja, natuurlijk zit er een auto tegen, man. Oh, bijna het ravijn in. Dat was niet goed, hè? Tjonge, jongen. Zo, even zwaaien naar de supporters.
Het is wel een lekkere baan hoor, Zandvoort. Als je hem eenmaal onder de knie hebt. Ja. Ja, als je hem onder de knie hebt. Even om mijn as heen. Sensatie. Ben je even je oriëntatie kwijt waar je heen moet? Zou je in één keer andersom? Nou, ik heb in de solo die snowmod gezet. Maar ik had nog geen goede truc erin, dus. Nou. Even kijken waar die staat. Want ik kan hem niet meer vinden. Staat hij bij de elite of bij de gewone chauffeurs? Volgens mij bij de elite. Nou, zit ik nou te kijken, maar. Dacht ik tenminste hoor. Ja, hij staat ergens tussen. Hè? Huh? Hij staat ergens tussen, niet helemaal onderaan. Nee. Ik was ook even aan het zoeken. Dat is een mapje met meerdere. Maar dan moet je ook even die volgorde weten. Maar ik zet deze auto zo aan de kant en dan kan ik even een beetje meekijken. Ja, maar ik moet toch eerst weten waar die staat? Of ik moet hem ja, hebben? Dan kijk ik even mee in Discord voor je. Hoppa, ja, tegen de muur. Nou, misschien dat ik hem al heb hoor, dat weet ik niet zeker. Ja, er is een nieuwe versie, want die... Ik zie nergens staan over... Nou, ik zet de auto zo stop. Ja. Dan kiek ik even mee. Even kijken hoor. Dan is het racen voor vandaag weer klaar. Even mijn auto parkeren. Ah, staat bij de betaalmods. Hey. Betaalde mods? Ja. Oh, staat hij daar bij. Dan zegt hij al waar hij moet staan, maar... Ja, maar je moet even de volgorde weten, want er zijn er in dit geval 5 of zo. Oh, oké. Okay. Maar die zet je in je solo, hè? Ja. Nog niet in je multiplayer. Kan wel, oh. Maar dan moet de rest hem er ook in zetten. Ja. Maar die hebben we nog op autumn staan. Ja, maar solo is toch zolang jij niet multiplayer gaat doen? Of moet je een... Ja, ik heb een profiel erbij gemaakt ervoor. Oh, dan ga ik dat ook wel doen, ja. Ik heb even met zo'n geldmod gedaan gisteren, dat ik daar weer even wat op heb staan dat je wat kunt doen. Dat ga ik nu ook doen. Dus open even het spel. Zo. Als je mijn downloaden, hij is al binnen. Maar dan maak ik eens even een nieuw profiel aan. Ik heb ook al een profiel van Utopia. Ja. Dat zit er ook al in. Zo, even replay voor de kijkers. Ook nog. Ja, dan kan ik jou even die volgorde. Ja, maar ja. Oh, die staat erin trouwens, als je die foto... Ja, ik zag... Ik zei, er staan net foto's. Ja, dat is die volgorde. Boven die... Ik moet even nou... Die soundgeluid, zeg maar. Een nieuw profiel maken. Ben de Dutchman en dan solo. Nou, dat gaat er niet op. SP, nou, solo. Kijk, reset is gewoon, joh. Ja. Maar dan maak ik er wel van SP, single play.
Ja, oké, okay, poppetje kiezen. Dan weer die ongure pop die ik al jaren heb. Vrachtwagenontwerp. Ja, dat zal toch de Volvo worden. Bedrijfslogo. Ja, dit kan ik niks mee. Bedrijfsnaam in. Zit ik met mijn eigen rijkunsten te bewonderen. Hup, ketst de banden aan. Ja, wat dat brokke piloot ook. Dat is wel laag om te zien. Ja. Als je ook maar iets gas geeft met dat ding dan. Wel je weg trekt iemand onder je kont van. Ja, vooral in zo'n zand- en grindbak. Het klappen van die dat terugschakel ook, hè. Bang, bang. Ja, dat hoor je. Ja. Even kijken. Mag eerst even een geldmotje doen. Mag eerst zo even medicijnen doen. Prikken. Januar, de gele duivel. De groene. Sorry. Ja, mooi hè. Beetje kleurdoof. Even kijken, is het geld van iedereen? Nou, zelfs helemaal leeg. Mooi, maar ik kan er ook in zetten wat ik wil. Ja, wel de promos, maar eerst even de money. Ja, toch gaat hij lekker als ik zo mezelf even zie scheuren. Ja, hier niet dan, maar. Even kijken. Eerst even een ritje weg. Ja, is mooi man. Is een 300 krijg ik nou €2000 voor het ritje. 300 meter. Ja. Hup,
versnelde versie. Sorry? Zet een versnelde versie. Oh. Oh ja. Dan lijkt het of je nog harder gaat. Ja, moet je kijken. Vliegen over de baan heen. Hoppata. Ja, mooi hè. Ja, mooi. Yes, you are. Ja, toch? Leuk, zo'n mooi gamepje. Ah ja, van tijd tot tijd is het hartstikke leuk. Maar speciaal voor de kijkers was wel eventjes even leuk. Oh. Daar doe je tenslotte voor, hè? Oh ja. Zo, hebben jullie even genoten van een rondje racen, mensen? Ik hoop het wel. Dit was het voor deze zondagmorgen. Ik ga het even aan de klus. En ik had begrepen van Erik dat hij vanavond geen konvooi ging doen. Nou ja, hij niet, omdat hij naar racen gaat kijken. Maar... Ja, hij wilde je Grand Prix zien, hè? Nou ja, het is leuk om het zelf even te doen, zo zondagmorgen even twee uurtjes. Ja. Ik ga zo nog even die truc in elkaar plakken, maar dat kan dat wel met de streambaan doen. Maar ik aan de Ridi wou eventjes mee naar Kawaii of Gamma, dus. Ja, dan moet je dat even doen, hè. En dan gaan we niet de hele zondag boven zitten natuurlijk, dat begrijp je wel, hè. Helaas voor de kijkers. Jullie kunnen dit allemaal terug zien. Ook via YouTube kanaal van Richard Hollander. Ben, jou mocht ik er vanavond zijn met een konvooitje, dan zien we wel verschijnen. Maar dat beloof ik nog niet. Ik ook niet. Maar dan in ieder geval een fijne zondag verder. Leuk dat je er weer even gezellig bij was. Ja, jij ook een prettige voorzetting. Doe voorzichtig met klussen. Oh ja. Ik zorg wel even dat de schakelaar uit is. En ja, dat aan de Rio de buurt is, want ik heb al eens een keer eerder gehad dat ik een lamp moest aansluiten. Toen wijst er een die... Dat doet hem ook uit, ja. Zit hem dan weer aan. Wil je hem net in het kroonsteentje steken, weet je wel, en doet een ander die schakelaar om. Pats! Ik controleer het toch altijd met de spanningszoeker, hoor? Ja, dat is wel het beste even. Kijk, bij mij hoeven de stoppenkast niet uit, maar... als we maar even met de handen van de schakelaar blijven, want gauw ze hem op plus drukken en ja, dan heen de stroom op staan. Het is wel verstandig om even uit te zetten, maar vaak ben je dan net in een groep bezig waar dan in je koelkast bijvoorbeeld op staat of je vriezer, weet je wel. Ja. Dan heb ik het wel aardig gescheiden hier ook gelukkig, maar je weet maar nooit. Nee. Hey Ben, ik spreek je later weer. Ja, later Richard, groetjes. Ja, groetjes aan door. Ja, ja, Annemarie en dan de rest die er is eventueel. Ja, gaan we doen. Oké. Joe, toedeloe. Mijn grote vriend Ben, altijd leuk en gezellig in de stream, zondagmorgen. En wanneer ik ook live kom, is hij er altijd wel gezellig bij. En dat maakt het ook leuk in de stream van Richard. Nou, ik wens jou een hele fijne zondag verder. Mocht ik vanavond live zijn, dan krijg je daar vanzelf melding van. Dan moet je me wel even volgen. Dan moet je gewoon even op de button drukken van follow. Dan krijg je automatisch melding op je telefoon of waar dan ook in je mail. Van, hey, die Hollander gaat weer live. Bedankt voor het kijken. Fijne zondag en... ja, nou ja, graag tot de volgende keer. Bye bye.